presentatie hebben we een stand van zaken gegeven over integraal sociaal programma, omdat dat meerdere aspecten inhoudt. Een van de belangrijkste zaken was natuurlijk de koopkrachtversterking. We hebben aangegeven wat we hebben gedaan januari, februari, omdat we daar ons doel is dat de mensen hun geld ontvangen in de maand waarop ze terecht hebben. Verder ook koopkrachtversterking, opschoning van het bestand. Het blijkt dus dat het bestand aardig vervuild is en we zijn nu bezig met de opschoning daarvan. We hebben natuurlijk ook gesproken over de andere aspecten van het sociaal programma. En dat heeft ook te maken met gezondheidszorg, bijvoorbeeld met Armilov, het uitzenden van patiënten naar Colombia die kanker hebben. We zijn ook bezig met het foodbasketproject, brood voor scholen. Dus het is veelomvattend en de president wilde vandaag weten van oké, waar staan we? Een van de belangrijkste zaken die we hebben onderstreept is het belang van media en communicatie. Op dit moment, er is een werkgroep media en communicatie, maar we zijn nu bezig om alles goed in elkaar te zetten, de scripts te maken, omdat de samenleving goed moet worden geïnformeerd, maar moet ook een wisselwerking zijn tussen de samenleving en de regering. Waar we eigenlijk over praten is die opmerking van IMF vorig jaar december, waarin ze hebben gezegd de social spending, de sociale uitkeringen lopen achter. Wat wij nu hebben gezien, we hebben eigenlijk voldaan aan alle voorwaarden. Er is ook een dashboard waarop alles zichtbaar is. En als wij de trend waarin we nu bezig zijn, dan halen we de IMF target. Want dit jaar moeten we ongeveer 5,1 miljard SRD uitgeven aan sociale uitkeringen. Op zich zijn we op de goede weg. Het gaat nu echt om een samenwerking tussen de stakeholders. Toch, we moeten niet, men moet niet apart werken, we moeten samenwerken. Een van de belangrijke dingen straks is het natuurlijk dat van de afschaffing van de elektriciteitssubsidie. Wat zeggen we altijd, wat zien we nu, is dat natuurlijk er komt vanuit de samenleving, en dat komt ook weer door gebrekkige communicatie, komt er eigenlijk een gevoel van, hey, dit is niet goed. En onze taak is nu om samen met EBS, samen met de regering, een duidelijke communicatie naar de samenleving te brengen, om ook aan te geven waarom het moet, en wat de samenleving, we gaan ze tools geven om ermee om te gaan.